Op de Heiliglandse straat, de weg tussen Duiven en Groezen, werd op 24 september een 17-jarige jongen mishandeld. Hij fietste samen met een vriend naar huis toen ze werden gestopt door een groepje jongens. Terwijl een van de jongens uit deze groep de vriend van het slachtoffer tegenhield, mishandelde de andere het slachtoffer. Ook beroofde ze hem van zijn tas. Job, allereerst welkom. Jouw collega's zijn ter plaatse geweest, hebben nog naar de verdachte gezocht, maar hebben ze helaas niet meer gevonden. Nee, klopt. En zowel de slachtoffer als die vriend die geven eigenlijk allebei aan dat ze ook geen idee hebben uit welke hoek deze mishandeling nou kwam. Ze zijn daarvoor uit geweest in Groezen zelf, maar hebben daar ook helemaal geen ruzie gehad. En er is dus een tas meegenomen bij deze straatroof? Ja, het gaat om een zwarte schoudertas van het merk Tommy Hilfiger. Het is een vierkante tas en er zat ook een scheurtje op. Het kan dus zijn dat die tas ergens in de omgeving is achtergelaten, maar het zou ook maar zo kunnen dat een van de verdachten die tas nog steeds in zijn bezit heeft. Dus ja, mocht er iemand in de omgeving van diegene zijn die ineens dus die tas heeft opgemerkt en er is eigenlijk geen verklaring daarvoor, ja, laat het ons dan weten. Ja, dan nog even over de verdachte, want jullie hebben een signalement en weten ook de vluchtroute. Klopt, ja, we hebben geen signalement van alle jongens die betrokken waren, maar in ieder geval van twee van hen. Ja, die eerste verdachte, dat is een verdachte van 1,95 meter lang. Die heeft een slank postuur. Hij droeg die nacht ook een zwarte muts, een witte hoodie en een zwarte spijkerbroek. En hij had ook een zwarte fiets mee. En die tweede verdachte, die was wat minder lang. Die was 1,85 meter. Hij heeft een donkere huidskleur, normaal postuur. En hij droeg een zwarte muts en jas. En dan inderdaad die vluchtroute. En we weten dat de jongens na die mishandeling linksaf de Sporenallee ingereden zijn. En vervolgens ook rechtsaf zijn gegaan de Bingerdenallee in. Ja, wie kan de politie meer vertellen over deze straatroof? Laat het weten. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden kan natuurlijk ook via mailt misdaad anoniem op 0800 7000.